Dit is het verhaal van Sonja, een Joods meisje. Ze woont in Den Haag. Het leven van haar en andere Joden gaat enorm veranderen als Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de macht komt. Sonja is 10 jaar als de oorlog begint. En ze woont dan met haar ouders en haar jongere broertje Hansje Benno in deze straat. Oh ja, kijk, 34A, hier is het. En in die tijd speelt ze graag met haar buurjongetje, Leen. Die is op dat moment ook 10, inmiddels 93 jaar. Eens even kijken, er is bijna niks veranderd. Dat geloof je toch niet, hè? Want kunt u vertellen waar u woonde en waar Sonja woonde? Ja, ik woonde op nummer 36 en Sonja woonde op 34A. Dicht bij elkaar? Dicht bij elkaar. En Sonja en Hans waren aardige kinderen en dat waren de twee enige kinderen hier op de portiek. Dus automatisch kreeg je contact. Wat voor dingen deden jullie dan samen? Praten, dingen ze laten zien, vertellen over dat je jarig was of dat er feest was of wat dan ook. Ja, eigenlijk niet. Het was wel gezellig. Ja, een beetje hier buiten spelen met knikkeren. En wat voor meisje was Sonja? Sonja was een mooi meisje. En ze was, in tegenstelling tot ik, zei ik was blond, een soort viking. En zij was donker, donker haar, brilletje op, mooi jurkje aan. En dan zei ik, goh, leuk. Was u verliefd op haar? Nou, een beetje denk ik wel. Joodse mensen mochten steeds minder in de oorlog. Ja. Wat merkte u daarvan? Ja, ik merkte daar te weinig van. Zij merkte dat wel. Zij vertelde dat ze naar een andere school ging. En later mocht ze helemaal niet meer naar school. Maar toen werden ze opgepakt, toch? Hoe ging dat? Toen hoorde ik echt een beetje gerommel. Iets van snel of zoiets dergelijks. Ik stond voor het raam. Wat zag u dan toen? Ja. Een Duits autootje. Zo een is altijd achterin, die had zo'n geweer tussen zijn benen. En ja, ze werden erin getild, geduwd. En toen werd ze weg. Ik weet nog wel dat toen ze instapte, keek die moeder nog naar boven toe. En dacht, ja, ze zijn echt allemaal weg. En ze verdwenen uit mijn leven. De mensen, die deden niks. Ze zeiden niet, wat gaat u doen met die mensen? Of ze zeiden niet, hallo. Iedereen hield zich gedijst. Sonja en haar familie zijn verraden en opgepakt. Met de trein worden ze naar Hooghalen in Drenthe vervoerd. Hooghalen ligt een paar kilometer van kamp Westerbork. Op het moment dat Sonja en haar familie hier aankomen, ligt er nog geen treinrails naar het kamp waar ze heen moeten. En dus moeten ze, net als alle andere mensen, kilometers lopen naar het kamp. Bij aankomst moeten ze zich hier melden, bij barak 9. Daar wordt opgeschreven wie ze zijn, waar ze vandaan komen en ze moeten hun spullen inleveren. Ook wordt er gekeken wie er in het kamp kunnen werken. En vanaf dat moment was het een beetje spannend. Want je wist eigenlijk niet of je in dit kamp kon blijven. Saskia Poelman, u geeft hier rondleidingen. Wat vertelt u mensen dan? Het verhaal van de mensen die hier zijn geweest. Zij werden hier verzameld. Sommigen blijven hier lang, anderen blijven hier kort. Maar ze moeten allemaal uiteindelijk op die trein om naar het oosten te gaan. Om daar te gaan werken. Dat dit gebeurd is, dat kunnen we niet meer veranderen. Maar we mogen het niet vergeten. Want we moeten de volgende keer omdenken, wanneer er weer wat gebeurt, dat we iets doen. Hoe klein dan ook. En dat begint al met gewoon wanneer iemand gepest wordt, om daar eens een keer wat van te zeggen. Ik vind het wel belangrijk, ja. Want ze hebben super erge dingen meegemaakt. Ja, je leert van alles dat je in boeken bijvoorbeeld niet leest. Ik voel wel een beetje zo een hol gevoel in mijn buik. Het is niet zo van dat ik zo moet huilen, maar ik voel wel verdriet. Sonja is ook in dit kamp geweest. Wat weten jullie van haar? Waarschijnlijk is Sonja met haar familie hier binnengekomen en hebben ze te horen gekregen van u bent hier even, u mag even bijkomen, maar daarna gaat u direct door naar het oosten. Hoe hebben die paar dagen hier
er voor haar uitgezien? We weten in deze beginperiode is dit kamp best wel een beetje een chaos geweest. En zeker in die periode kwamen er ontzettend veel mensen. Ja, en in die chaos moet zij dus als kind van 12, 13 jaar hier rond hebben gelopen. Ze blijft ongeveer 3 dagen in kamp Westerbork en wordt dan alweer met haar familie op de trein gezet, richting het oosten. Na een lange reis komt de trein met daarin Sonja, haar broertje Hansje Benno en hun ouders aan in Auschwitz. Het is een loodzware reis voor Sonja en meer dan 1000 andere mensen. De treinwagons zitten propvol. Er is geen ruimte om te liggen of te zitten. En de omstandigheden zijn heel slecht. En dan komen ze hier aan, bij het grootste vernietigingskamp van de nazi's, Auschwitz. Deze woorden heb je misschien wel eens gezien. Arbeid macht vrij, staat er. Als je hard genoeg werkt, dan kom je vrij. Maar dat is een grote leugen. We hebben afgesproken met iemand die veel weet van de geschiedenis van het kamp, Miroslav. What was life like in the camp? It was horror. Auschwitz was biggest because of number of victims, number of inmates. And because of the area, of the size. Ik kan je echt niet voorstellen hoe groot het hier is. En hier worden de mensen gescheiden. Mannen die sterk genoeg zijn in de ene rij. Die moeten dan vreselijk werk doen in het kamp. En de andere, ouderen, vrouwen en kinderen, in de andere rij. You know, those last month the families were together. Children, they stay with women. Children below 16 years old, they were directed to the gas chambers. Er lopen hier dus veel kinderen. Geen idee wat hen gaat overkomen. Ook Sonja en haar broertje lopen ertussen. Ja, ze moeten gaan douchen, vertellen de kampbewaarders. Maar binnen, uit de douches, komt geen water. People had undressed themselves in special undressing rooms. And then completely naked people were pushed to the rooms which look like showers, you know. People were sent to the gas chambers, they were told, don't worry, the coffee is waiting, we have dinner for you. First of all, you should take a shower. Well, the number of victims of Auschwitz is estimated at minimum 1,100,000 people, so 960,000 would be Jewish. Yes. But did they know what's going to happen? No, people wanted to have illusions till the very end. Hope dies at least. Gewoon niet voorstellen dat mensen elkaar dit dan aandoen. Ik heb de reis van Sonja gevolgd. En net als voor vele anderen stopt haar reis hier. Het is verdrietig om je te bedenken dat ze hier op 22 augustus 1942 net voor middernacht aankwam en kort daarna is vermoord. Ze is maar 13 jaar oud geworden.